Hallo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ben ik met Robert, Roel en Dylan van Silent Times Urbex. Wij zijn onderweg naar een verlaten energiecentrale waar de lichten nog werken en sommige dingen ook zelfs nog werken. Het is de bekendste energiecentrale van Wallonië en ook de grootste. En ik ben gewoon heel benieuwd wat wij gaan aantreffen binnen. Let's go! We zijn binnen in de energiecentrale. Het is ons gelukt. Zoals je kan zien, daarachter brandt licht. En zoals ik al zei, de elektriciteit werkt gewoon nog. We moeten wel heel erg uitkijken hier. Want dit wordt echt ziek beveiligd. We hebben al meerdere camera's gezien. Gelukkig zijn we door geen enkele camera gelopen. En ja, tot nu toe gaat alles goed en hopen dat het ook zo blijft. Nou, we moeten dus nu even uitkijken met wat we gaan doen. Robert, Roel en Dylan zijn hier al eerder geweest. En ze zijn erachter gekomen dat er een nachtdienst is van beveiliging en een dagdienst. En de dagdienst die begint rond 8 uur. Dan gaan ze een rondje lopen door de centrale. En dat is over 5 minuten al. Dus we moeten echt zo snel mogelijk even een verstopplek zoeken. Want dan komen ze dadelijk gewoon door deze hallway. Een bakje koffie. Dus, hopelijk wel, en voor ons. Ja, hopelijk voor ons ook. Dus we moeten heel echt uitkijken en vooral stil zijn. Dus ja, dat gaat nu vooral. Ja.
We zijn aan het einde van de turbinehal. En ik denk dat dit de oudste turbine is die hier staat. En als het goed is, heeft hij een vermogen van 55 megawatt. En die is in 1951 in gebruik genomen. Daar staat ook nog een hele oude. Ja, en daarachter steeds de wat nieuwere turbines. Verder in de controlekamer. En hier staan allemaal elektrakasten. Dit had ik niet verwacht. Kijk hier dan. Al die lichtjes hier zo staan gewoon aan. We gaan nu het hoogste punt proberen te bereiken. We zijn al aardig hoog nu. En tot nu toe is er nog niks gebeurd, gelukkig ook maar. Maar het blijft me verbazen hoe goed intact het allemaal is. Maar dit is echt zo ziek en laten we omhoog gaan. Oké, we zijn nu dus in een van de grootste hallen aangekomen. Daar loopt Bradley. Maar dit is echt een immens grote hal. Hier hebben ook machines en turbines gestaan. We staan nu in het gedeelte wat hierna komt om te slopen. Dus dit zal waarschijnlijk wel heel snel gesloopt worden waar ik naar opsta. Maar het blijft mooi. Zo'n grote hal. Prachtig, we gaan snel verder exploren. We zijn helemaal onderaan in de energiecentrale. We zitten in een energiecentrale in België, maar toch zijn een aantal dingen in Nederland gemaakt. En je ziet het hier ook staan, Holland, Bergen op Zoom. Het is echt wel leuk dat je het terug kan vinden. Ja, dat je wat terug vindt. Nou, de boys van Silent Times Urbex gaan de loopkraan daar zo proberen aan te zetten. Er brandt wel een lichtje binnen op dat ding. Ze zou moeten werken. Ja, zou moeten werken in principe.
Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik vond het heel leuk. We gaan het zien. Nou, het is tijd om de centrale te verlaten. Het was een super vette locatie. Ik had niet verwacht dat het nog zo goed intact zou zijn. Maar ja, we hebben alles gezien. We zijn echt heel lang binnen geweest. Iets van 4-5 uur of zo. Dus maar gelukkig is alles goed gekomen. Moeten we nog niet te vroeg juichen, want we zijn al niet van het terrein af. Maar ja, dan komen we zo achter. Dus ja. Laten we vertrekken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Dit was echt een bijzondere locatie. Iets wat ik niet had verwacht. Een energiecentrale waar alles nog in staat. En waar ook zelfs de elektriciteit ook nog gewoon werkt. Ik had het niet verwacht. Maar het was super vet. Wij gaan nu door naar de volgende locatie. En ja, tot de volgende keer.